De Opstap. Inge de Bruin in gesprek met inspirerende gasten. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Vanavond ga ik in gesprek met iemand die de meeste van jullie wel kennen. Dat is Angelo Meijers. En we gaan het onder andere vanavond hebben over zijn laatst verschenen boek, Niets is wat het lijkt. Ik ga hem erbij halen. Hier komt Angelo Meijers. Goedenavond, Angelo. Goedemorgen is het hier. Ja, bij jou is het goedemorgen, hè? Want ja, elf uur 's morgens. 11 uur 's morgens. Wat zit je er weer prachtig bij. Want voor de mensen die dat niet weten, ik noem Angelo altijd mijn bouwlamp. Omdat hij is gewoon het licht in de duisternis. Hij is gewoon een verstraler, een breedstraler. En kijk naar hoe je er nu weer bij zit. Echt ja, met die lichtval. He? Het is ja. Echt weer niet te geloven. Zie je het niet allemaal, al die aura's om me heen en al dat licht. Man. Ik heb gewoon een lamp hier hoor, maar dat moet je niet verder vertellen. Het is gewoon mijn aura. Nee, dat houd ik voor mezelf. We houden iedereen in die waan dat jij gewoon die breedstraler bent, die bouwlamp bent. Precies, helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Nou, leuk dat ik er ben. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou, dat is ook weer, die eer is gewoon weer echt, ja, ik vind het geweldig dat je er gewoon weer bij bent vanavond. En ik weet ook dat heel veel mensen ernaar uitkijken, omdat jij gewoon toch wel, ja, een iemand bent die mensen inspireert. En dat is ook waarom ik deze uitzending ben begonnen. Om mensen te inspireren. Middels mijn gasten natuurlijk. Het gaat natuurlijk niet om wat ik vertel. Maar het gaat om wat mijn gasten te vertellen hebben. En dat ben jij vanavond. En je bent natuurlijk al veel vaker bij mij in de uitzending geweest. Toen was het nog het podium. Nu heet het dan de Opstap. Het heeft ook een beetje een andere insteek. Want wat ik heel graag wil, is met mensen spreken die een boek hebben geschreven. En wat dan dus ook echt andere mensen inspireert. Of mensen die een website zijn begonnen. Of een bedrijfje zijn begonnen. Om andere mensen te inspireren, te helpen, te coachen, te begeleiden, whatever. Ja, je zegt net al, van bij jou is het 11 uur in de ochtend. Want dat weet natuurlijk ook niet iedereen. Van waaruit stream jij nu live? Nou, vanuit mijn huis in Canada. Wij wonen in de westkust van Canada. Zo'n 4 uurtjes rijden van Vancouver, landinwaarts. En ja, daar wonen we al vanaf 2012 augustus. Jeetje, toen zijn we gewoon met het gezin. Ik heb twee kinderen, een vrouw en ik zei de gek. We zijn dus 9 jaar geleden vertrokken uit Nederland en hier naartoe gegaan. Kan je mij daar wat over, of niet alleen mij, ons wat over vertellen? Van hoe ben jij in vredesnaam in Canada beland? Ik bedoel, voor mij, ik woon in Friesland. En zodra ik de grens van Friesland overga, dan ben ik voor mijn gevoel al in het buitenland. Dat is al een wereldreis voor mij. Maar hoe kom je nou in vredesnaam in Canada? Ja, nou, er zit niet heel erg strategische planning achter, moet ik je eerlijk zeggen. Wij waren hier al een paar keer geweest op vakantie en dat voelde gewoon heel erg goed. En in die tijd had ik een bedrijf in Nederland, een vrij goed lopend bedrijf. Alleen dat deed ik al 15 jaar en ik had het gevoel op een gegeven moment van mijn hart is eruit aan het gaan. Dus het begon een beetje op werk te lijken. 'S morgens vroeg in de auto. We hadden klanten over heel het land. Dus het was erg veel in de auto en in de file zitten. En op een gegeven moment voelde het meer voor, ik moet het echt op wilskracht doen, zal maar zeggen. Dus mijn hart was eruit aan het gaan. En dat was voor mij een signaal dat het misschien wel eens tijd werd om dat bedrijf los te gaan laten. En in dezelfde tijd dat dit speelde, kwamen we ook in Canada. We zijn er in totaal, ik geloof, 3 keer geweest op vakantie. En hebben wij op een gegeven moment gewoon de beslissing genomen om te zeggen, we gaan verhuizen, we gaan daar gewoon naartoe. We kennen er niemand. We laten alles achter in Nederland. Dat betekent ook dat ik mijn bedrijf los moet laten. Maar die stap hebben we genomen. We zijn dus een heel immigratieproces ingegaan. En eigenlijk op het moment dat we die beslissing namen van we gaan weg, ja, eigenlijk vrij snel kwam er op een gegeven moment iemand die ook geïnteresseerd was in mijn bedrijf. Want ik had mensen, ik had personeel, ik had heel veel klanten. Dat
ga ik niet zomaar stopzetten. Dus uiteindelijk heeft die persoon... Wat had je voor bedrijf? Het was een softwarebedrijf, een ICT-bedrijf. Dus wij zaten met name bij gemeenten. Ongeveer de helft van de gemeentes in Nederland was onze klant. Bijvoorbeeld Leeuwarden ook, was ook een goede klant. Ik ben veel in Friesland geweest. Leeuwarden, Heerenveen, Jouren. Wat was het allemaal? Mijn god, ik ben die namen ook op een gegeven moment allemaal vergeten. Maar een heleboel. Anyway, dat was gewoon een hartstikke fijn lopend bedrijf. Heb ik 15 jaar gedaan. Maar goed, op een gegeven moment gewoon voelen van het is over. Niet voor het bedrijf, want het bedrijf bestaat nog steeds. En iedereen werkt er nog steeds. En het is gewoon verder gegaan zonder mij. Alleen, het voelde voor mij van ik ben toe aan een nieuwe stap in mijn leven. Nou, dat hebben we gedaan. Bedrijf uiteindelijk overgedragen aan degene, zeg maar, die vrij snel kwam nadat wij het besluit hadden genomen, we gaan weg. Dus dat viel allemaal, steentjes in elkaar, zeg maar, de puzzel. Mm-hmm. En toen zijn we hier naartoe gekomen. En hebben we hier weer een heel nieuw leven opgebouwd. Wat was voor jou de reden om voor Canada te kiezen? Wat trok je daar zo in aan? Het was geen reden, het was gewoon een gevoel. We waren hier een paar keer geweest. En was het dus van, ja, dit voelt goed. En dat doen we. Want waar komt je, als ik vragen mag, waar komt jouw vrouw vandaan? Indonesië. Zij is, ze is Nederlandse nou. Of al langer eigenlijk. Maar op 18e is ze naar Nederland gegaan. En heeft daar haar leven vorm gegeven. Maar oorspronkelijk is ze Aziatisch. Ja. En waar zijn jouw kinderen geboren? Nederland. Ja. Allebei in Nederland. Ja. Want jij hebt twee dochters, hè? Ja, twee dochters. Eentje is nou 20. En die andere is 16. Dus die van 20 die is nou uit huis. Die woont in Toronto, waar ze studeert. En Toronto is ongeveer 5 uur vliegen van hier. Heb je een beetje een idee... Wow. Over de verhoudingen. Ja, kijk, Canada qua oppervlakte is geloof ik groter als heel Europa. Dus je hebt het echt over enorme afstanden. En de bevolking is ongeveer 36 miljoen. Dat is helemaal niet veel. Dat is het dubbele van Nederland. Dus, en die bevolking zit met name, zeg maar, tegen de Amerikaanse grens. En met name in de grotere steden. En daarboven en daartussen is gewoon ongelooflijk veel ruimte. Dus de oudste zit nou in Toronto. Die zit trouwens nu wel weer een paar maandjes bij ons, omdat in Toronto het leven erg onaangenaam is op dit moment. Maar daar komen we misschien nog wel op. Ja. En de jongste zit hier nog op school, nog 1 jaartje. En dan, dan is ook voor haar de tijd gekomen dat zij haar zelfstandige leven gaat oppakken. En dat gaat ze ook doen, ze gaat uit huis. Dus, en wij gaan trouwens ook weer verhuizen. Echt? Ja. Wij gaan naar de oostkust van Canada. Waarom? Ja, geen idee. Gewoon. Geen idee. Nee, ik ben er zelf nog nooit. Ik ben zelf, waar we naartoe gaan, is de provincie Nova Scotia. Dat is helemaal de Atlantische kust. Wow. En ik ben er zelf nog nooit geweest, dus ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Mijn vrouw wel. Die is er in januari geweest met een vriendin. Een paar daagjes. We wilden graag een stukje land kopen. Want gezien deze hele toestand waar we in zitten. Vonden wij het verstandig om gewoon een stukje land te kopen. Waar we redelijk zelfstandig kunnen leven. Zoals wij dat willen. Dus hier is daar naartoe gegaan. Voor een stukje land. En ik kwam terug helemaal enthousiast. En uiteindelijk hebben wij gekozen om daar naartoe te gaan verhuizen. Dus zij vond het mooi. Dus happy wife, happy life. Dus ik vertrouw haar helemaal. Als het dan niet goed gaat, geef ik haar dus gewoon de schuld. Ja, lekker makkelijk. Dus we gaan er over een jaar naartoe. Dan is onze jongste dus klaar met haar middelbare school. Dat heet die high school. Mm-hmm. En dan gaat zij haar eigen weg. En dan gaan wij met z'n tweetjes daar in een groot bos wonen. In een bos? Ja, het is een heel groot stuk land. Gewoon een bos aan een meer. En er staat een huis. Dat is 100 jaar oud. Dus er moet wel wat in gebeuren van binnen. Maar dat gaan we gewoon doen. En dan zullen we wel zien. Ik heb het idee om er een beetje een retreatcentrum-achtig idee van te maken. Ik wil heel graag
ja, een centrum opzetten. Waar mensen naartoe kunnen komen, waar sprekers naartoe kunnen komen. Waar ik zelf iets met groepen kan doen. Ja, kijk, mijn passie in mijn leven is om mensen gelukkig te zien zijn. Dat is mijn passie. En ik heb dat zelf gelukkig. Ja, ik heb dat zelf gelukkig mogen ervaren in mezelf. En dat wil ik gewoon delen met mensen. En that's it. En daar zoek ik manieren voor. En dit is er eentje van. En schrijven is er eentje van. Mm-hmm. Met jou nu praten is er eentje van. Ja. Maar waarom weg van de plek waar je nu woont? Want daar hebben we de meeste mensen al het nodige van gezien. Als jij live gaat, dan laat je ook heel vaak heel leuk iets van de omgeving zien. Dat iedereen een beetje kwijlend ernaar zit te kijken. Van, oh my god, was ik maar daar. Ja, maar je vraagt de hele tijd waarom. Maar ik heb dus geen goed rationeel antwoord. Alleen maar dat ik zeg van, het voelt voor ons goed om daar naartoe te gaan. Nou, je bent dus best wel avontuurlijk ingesteld. Want de meeste mensen, ja, die hebben een hele duidelijke reden om zo'n stap te gaan maken. En jij doet dat gewoon, want jij leeft vanuit je hart. Nou, ik heb een heel simpel levensdevies. Ik volg mijn hart, ik gebruik mijn hoofd en ik zorg dat ik nooit mijn ziel verlies. Wow, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. That's it. Kijk, ik ben op zich een heel pragmatisch iemand, rationeel iemand ook. Mm-hmm. Bedoel, anders kun je ook niet heel succesvol met bedrijven en dat soort dingen zijn. Ja, je moet wel je hersens gebruiken. Je kunt niet op een roze wolkje zitten mediteren de hele dag. Want ja, dat schiet ook niet op een gegeven moment op. Alhoewel dat best lekker kan zijn, maar als je snapt het. Ja, ik heb een tijd heel veel gemediteerd in mijn leven. Dus ik kan over heel veel dingen meepraten, ook over dat. Ja, want vlak voor de uitzending zei je ook nog, want ik ga eerst in trance. Ja. Nou, dat is natuurlijk een beetje geintje, want dat is zo. Ik ken je zo langzamerhand ook wel een beetje met al jouw opmerkingen. Hè? Ja, maar spirituele mensen die willen graag een beetje verheven klinken, dus dat doe ik gewoon lekker mee. Hè? Weet je, want ik ga lekker diep in trance en in meditatie en ik stop dat al. Ik zorg dat al mijn gedachten helemaal mooi in mijn hart verdwijnen. Mm-hmm. Nou, dat zijn mooie zinnen, toch? Nou, het klinkt lekker. Wij volgen, en mevrouw trouwens ook, we volgen echt ons hart. En dan gaan we kijken van, oké, hoe gaan we dat dan vormgeven? Mm-hmm. We voelen dat we daar naartoe gaan. En zeggen, oké, maar hoe ga ik het dan vormgeven? Oké, dan moet ik eerst mijn huis hier weg. En dan de jongste. En hoe gaan we dat dan doen? En, nou, dat zien we wel, weet je? Ja. En waar we in terechtkomen daar, geen idee. Want we zitten echt in een groot bos. En ik geloof de eerst dichtstbijzijnde plaats waar wat bewoonde wereld is 20 minuten rijden of zo. Nou, goed. Prima. Hartstikke mooi. Dus gaan we gewoon ervaren. En als we gillen dat gek worden, dan worden we... Nou ja, gek zijn we al. Dan gaan we gewoon gillen. Nou, je gaat in ieder geval licht verspreiden. Maar als we gaan daar echt iets opbouwen, weet je. Ik wil proberen echt een soort community te bouwen van mensen. Kijk, mevrouw en ik hebben afgelopen jaren al veel gedaan met daklozen. Ik was zelf... dat heet zo'n president of the board van een daklozencentrum. Nou, dat vond ik hartstikke fijn. Mijn vrouw heeft ook gewerkt in die organisatie. Deels als vrijwilliger, deels als gewoon betaalde kracht. Dus we hebben gewoon een zwak voor mensen die het moeilijk hebben. Ja. En er zijn ontzaglijk veel mensen die het moeilijk hebben. Niet alleen hier hoor, die heb je ook in Nederland, die heb je over de hele wereld. Maar omdat hier het sociale vangnet wat minder is dan in Nederland, heb je wat meer mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Dat is gewoon een feit. Ja. Ondanks dat het in Nederland ook steeds, denk ik, moeilijker wordt voor heel veel mensen. Omdat het alleen maar duurder wordt en het vangnet wordt niet groter, zal ik maar zeggen. Nee, en dat helemaal afgezet tegen de tijd waar we nu in leven. Ja, precies. Waar we het straks natuurlijk ook over gaan hebben. Ja. Is hulp hard nodig? Het is hard nodig. Bijvoorbeeld kijk naar deze comment. Lydia zegt volgens mij, over heel de wereld is het een drama. Hè? Dat is dan nog in reactie op wat jij zei, dat je ergens anders naartoe ging. En hoe zie jij dat? Want als we het hebben over Nederland, als we het hebben over Indonesië, waar je vrouw vandaan komt. Ja. Jij zit dan in Canada, je gaat nu weer verhuizen naar een andere plek. Maar hoe zie je dat? Als zij dat zo zegt, van volgens mij... Ja, daar heeft ze natuurlijk gelijk in.
Alleen, het is wel één kant van de medaille. Is het een drama? Absoluut. Wat er gebeurt, we zitten in, ja, ik noem het altijd de Eerste Wereldoorlog, want die andere zogenaamde wereldoorlogen, die gingen niet over de hele wereld. Die hadden betrekking op bepaalde delen in de wereld, met name Europa. Ja. We zitten nu echt in een oorlog tussen het licht en het donker. Het is niet anders. Daar zitten we in. Die hebben wij niet gekozen, met z'n allen, maar we zitten er wel in. Nou, dat is één. Dus is het een drama? Is het een ontzettend moeilijke tijd? Ja, helemaal mee eens. Alleen, als jij nou vraagt van hoe gaat het met mij, dan zeg ik, het gaat prima met mij. Ja. Ja, hoe kan dat? Ja, zie je dan niet al die ellende om je heen? Ja, die zie ik. Absoluut. En ik maak dat zelf ook mee. Ik bedoel, ik zou heel graag naar Nederland willen komen. Alleen ik ga niet, want als ik terugkom, dan moet ik hier in zo'n quarantaine gevangenis. Een paar dagen. En dan moet ik ook nog vet voor betalen. Nou, daar heb ik geen zin in. Dus dat ga ik niet doen. En in de wereld die ontzettend zwaar nu zijn. Voor de een voelt het wat meer als de ander. Dat is ook gelijk het probleem. Want de mensen die het niet voelen, die gaan maar mee. En die denken van, ja, het komt wel goed. Ik haal dat prikje en ik kan daar lekker vliegen en alles is weer fijn. Maar er zijn ook wel mensen die het echt wel voelen. Die echt deze ellende voelen. En voor die mensen probeer ik gewoon... Ik kan hun levenssituatie niet veranderen, maar ik probeer wel een licht te zijn. Alleen, dat kan alleen maar als ik dat licht in mezelf heb helemaal verwezenlijkt. Als het helemaal vrij is om te schijnen. En dus als je zegt van, hoe gaat het met jou? Ja, ik heb me nog nooit zo krachtig gevoeld. Waarom? Omdat kennelijk het licht nu zo erg nodig is om er te zijn... Ja. Om deze situatie om te buigen. En ik heb echt niet de illusie dat ik dat in mijn eentje kan. Natuurlijk kan ik dat niet. Maar we hebben allemaal elkaars lichtje nodig. En dat begint in jezelf. Als jij in jezelf het licht kunt realiseren. Het licht brandt al. Alleen vaak is het nog zo met wolken omgeven. Met jouw emoties, jouw gedachten. Dat je het niet voelt. Je zit als het ware verloren in die wolken. Dus als je dat weet op te lossen, en daar zijn allerlei manieren voor. De een werkt beter met die manier en de ander met die. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je leert helemaal in jezelf te landen. Want in jouzelf is de heldere hemel, is het blauw, is het licht. En als je daarin landt, dan kun je echt iets voor een ander betekenen. En dan is... Zijn woorden krachtig, dan is je gebaren zijn krachtig, dan is je aanwezigheid is krachtig. Ja. Kijk, dit is een donkere kamer waarin ik zit, maar één lampje, of in dit geval een paar. Want ja, het moet wel lijken alsof ik dat allemaal uit... maar ja. De donkerte is er dan niet meer, omdat er licht is. Ah. Dus en wat velen... Het is goed om te benoemen wat er in het donker is. Dat is belangrijk, want dat is stap 1. Maar het is niet voldoende. Stap 2 is dat je dan helemaal het licht erin brengt. En dan pas lost de donkerte op. Dus, en daar gaat het om. Dus dat we de donkerte beschijnen met ons licht. Daarom komt er ook zoveel aan het licht nu. Al die corruptie, al die leugens, die waren er al. Hè? Ik bedoel, we moeten nou niet denken alsof meneer Rutte nu vergeetachtig is geworden. Ik bedoel, dat moeten we niet denken. Hè? Alleen, nu is het zichtbaar. Dus dat is stap 1. Dat is mooi. Alleen, het is wel bloody messy. Het is bloody messy. Dus waar we voor moeten waken, is dat we niet verzuipen in die mes, in dat moeras. Van de hele tijd maar op zoek gaan naar, wat is er nu... Heb je dat al gezien? Nee, oké, we weten het nu. We weten, er is corruptie, er is dit, er is dat, er is dat. Weten we allemaal, dank u wel. En nu, wat gaan wij eraan doen? Ja, zeker, dat is het allerbelangrijkste. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Want het alleen maar benoemen, dat is niet genoeg. Of zeggen van, nee, ik zit in een andere tijdlijn en ik doe mijn ding wel. Dat is ook niet goed, want... Als jij licht wil brengen in een donkere kamer, zul je toch die deur open moeten doen en met jouw lamp naar binnen. Door weg te lopen en zeggen van, ja, ik loop wel met mijn licht weg. Ja, nobody cares about your light, om het eens even heel simpel te zeggen. Nobody. Maar als ik binnen in die donkere kamer zit, dan wil ik dat jij naar binnen komt met jouw lampje. Dan care ik about jouw lampje. Dan geef ik om jouw lampje. Anders ben je een egoïst.
En dat is wat heel veel mensen niet begrijpen, die zogenaamd in die spirituele toestanden allemaal zitten. Ja, dat begrijpen ze niet. Die zeggen van nee, waar je aandacht aan geeft, groeit. Ja, dat moet je eens zeggen tegen iemand die met een slang naast zich in een donkere kamer zit. Waar je aandacht aan geeft, groeit. Dus ik kom niet met mijn lampje naar binnen. Ja, doei. Weet je, die wil uit die kamer. Die wil dat jij komt met dat lampje. Dan kan die slang zien, kan die eromheen en wegwezen. Dat is wat we moeten doen. We moeten het licht in het donker brengen. En niet weglopen met de zogenaamde flutzin. Waar je aandacht aan geeft, groeit. Ja, hallo. Het is natuurlijk wel zo, Angelo. Want het is ook iets wat ik heel vaak zeg. Wat je aandacht geeft, groeit. Sterker nog, ik heb zelfs zo'n schrijfbordje bij mij op de wc hangen. Waar die tekst op staat. En daar heb ik ook onder gezet van... Voed liefde, voed vriendschap, gezondheid, het licht, het goede. Want dan gaat het groeien. Ja. Dat betekent niet dat je helemaal geen aandacht aan het slechte moet geven. Maar je moet er natuurlijk wel een beetje een evenwicht in vinden. Kijk, als jij alleen maar aandacht geeft aan die slang in de hoek van de kamer, ja, dan groeit die ook, hè? Nee, je wil weg van die slang. Je wil weg van die slang. Ik weet heel goed wat je bedoelt. Kijk trouwens even naar deze comment. Misschien zegt het jou meer. Het zegt mij niet veel. Mij ook niet. Nee, jou ook niet. Nee. Nou, dan weten wij niet wie die mensen zijn. Ik ken geen Andreas Pop en Eva Herman, nee. Ik ken alleen maar Eva Tolle. Ja, die ken ik wel. Ari zegt, Angelo, wil je alsjeblieft hier MP worden? Want daar zitten nu mensen die geen hart hebben en zaagsel in de kop. Ja, dat is verschrikkelijk hier in Nederland. Maar volgens mij is dat in Canada niet anders. Weet je, wij hebben hier Trudeau. En even heel simpel, hier zijn we al een paar stapjes verder als in Nederland. Ik heb al gezegd... Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Ja, nou ja, heel simpel. Wij hebben quarantainekampen. Dus als jij hier... als Canadees het land durft uit te gaan en je komt terug, dan krijg je sowieso weer een PCR-test op de luchthaven, ook als toerist trouwens, op dit moment, tenzij je dadelijk gevaccineerd bent, dan hoeft het allemaal niet meer. Dat zul je ook merken, dat de volgende stap is. Maar stel, ik ga nu naar Nederland, dan stap ik in Amsterdam en het vliegtuig moet ik een PCR-test hebben, dat is logisch, anders kom ik het vliegtuig niet in. Maar dan kom ik hier aan en dan word ik gelijk ook weer aan een PCR-test onderworpen. Gelijk op de luchthaven. Boom. PCR-test. Dan word ik in een busje gebracht naar een COVID-hotel, noemen ze dat. Nou, ik heb opnames gezien. Het is gewoon een jail. Je komt er niet uit. Je krijgt drie keer per dag krijg je een bordje voorgeschoteld. Dan kloppen ze op je deur en dan mag je de deur even openen. En dan staat daar een bordje met een bagel en... een broodje, geloof ik, en that's it. Drie dagen, en dat kost je dus $2000, dat is €1400. Moet je zelf voor betalen, €1400 om dus drie dagen in zo'n gevangenis te zitten. Stel nou dat jij positief bent op die test, dan word je afgevoerd naar een andere faciliteit, een quarantaine faciliteit, waar je 14 dagen mag brommen in een hokje. En als je negatief bent, mag je naar huis, hiepiedepiep. Maar dan moet je wel 2 weken in volledige isolatie thuis zitten. Dus je mag geen contact hebben met je huisgenoten. Mag niet. Dus ik mag niet aan tafel, ik moet gewoon aparte ruimte, ik moet me daar douchen. Mijn vrouw mag me eten voor de deur neerzetten en dan mag ik dat, noem maar op. Nou, dit is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, bijvoorbeeld waar mijn dochter woont, Toronto. Die hebben maandenlang een stay-at-home order gehad. Die mochten dus in principe niet de deur uit. Los van het feit dat alles lockdown was. Alles was lockdown. Die mochten ook niet naar buiten. Dat hebben ze opgeheven 3 weken geleden, als ik het goed heb. Dan mocht je weer naar buiten. Maar nu zijn ze weer terug, want ja, de cases lopen weer op, net als in Nederland. En, ik bedoel, het is gewoon, je draait eens een keer goed aan die knoppen en ineens heb je weer nieuwe cases. Ja, het is heel simpel. Dus nu zitten die weer volledig opgesloten daar. Dit zijn wat voorbeelden. Waar wij wonen, mogen wij geen bezoek ontvangen, al, ik denk een half jaar, nul. Dus helemaal niemand. Mag niemand... Gewoon niet. Geen bezoek ontvangen. Heb jij nou
Wij jullie doen dat wel, hoor. Weet ik. Maar heb jij nou het idee dat de meeste mensen zich daar echt aan houden? Weet je, dat vind ik heel moeilijk, want dan zou ik in al die mensen de hoofden kunnen moeten kijken. Dat kan ik niet. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zie. Ik zie weinig verzet. Maar als ik met mensen praat, dan hoor ik heel vaak, ja, ik ben het er ook niet mee eens. Oké. Dus ik heb de indruk dat heel veel mensen steeds meer en meer het niet eens zijn met de maatregelen. Alleen, de vraag is, ja en toen? Wat doen we er dan aan? Want als ik naar de supermarkt ga, ja, dan heeft iedereen een mondkapje om. Terwijl daar dus mensen tussen zijn die het niet eens zijn met het dragen van een mondkapje. Maar ze doen het. Ja. En hier hebben we dan net het probleem. We kunnen wel het er niet mee eens zijn. Alleen als we toch gewoon gehoorzamen, ja, dan werken we er dus aan mee. En dan gaan we er dus niet uitkomen. Cool. Het is heel simpel. En ik roep het al bijna een jaar nu. Want op een gegeven moment, als je het ziet, als je het helder ziet, dan kun je voorspellen waar we naartoe gaan. Ja. En waar we nu zitten met vaccinatiepaspoorten. Ja, dat zag ik al 9 maanden geleden. Dit gaat het gewoon worden. In Ontario nu, dus waar Toronto de grote stad is, heeft de premier nu aangekondigd dat er een digitaal paspoort gaat komen in Ontario. Want hier wordt alles per provincie geregeld. Hè? Dus dan begint het ergens, even laten wennen en dan rollen we het uit naar de rest. Nou, dat gebeurt ook. Kijk, in Israël is het gebeurd. Nou, even wennen, hup, uitrollen binnen de EU. In Amerika gaat het nu ook gebeuren. In New York gaan ze er nu werk van maken om met digitale ID's te beginnen. Nou, even wennen, uitrollen. Alleen in Amerika heb je wel een aantal staten nu die gezegd hebben, we gaan het niet doen. Dus dat wordt interessant daar. Amerika is interessant, want 16 staten hebben echt gezegd, we gaan open, geen maskerverplichting meer. Klopt. Dus dat wordt interessant om te zien hoe dat zich ontvouwt. Maar waar de agenda naartoe gaat, ja, dat is voor mij gewoon klip en klaar. Dan hoeven we, als je dat nog niet ziet, dan wil je het niet zien. Het is heel simpel, dan wil je het gewoon niet zien. Net als dat je niet wil zien dat meneer Rutte niet zozeer een probleem heeft met zijn cognitieve vermogen, maar gewoon niet een eerlijk mens is. Ja, dan wil je dat niet zien. Oké, dat kan. Ja, dan ga je het nooit zien. Ik bedoel, dan kan die over een dag weer een of andere vergeetachtige truc hebben. Dan nog steeds zul je op hem stemmen. Ja. Dat wil je niet zien. Ik ga even naar deze comment, Angelo. Harry zegt, de hongersnood en armoede nemen enorm toe. Hoe zie jij dat, Angelo? Ik heb namelijk ook al een bericht voorbij zien komen, dat we binnen nu en een paar weken, ook hier in Nederland, al op een enorme hongersnood afstevenen. Kijk, ik zie ook wel eens berichten voorbij. Daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan, dat soort berichten. Waar ik naar kijk is wat er daadwerkelijk echt nu aan de hand is. En wat je ziet is dat de voedselketens al met name in de ontwikkelingslanden enorm worden onderbroken. Dat is bekend. Dus er sterven momenteel al ongelooflijk veel mensen aan hongersnood. Door de lockdown maatregelen. Dus die hongersnood is er al. De vraag is alleen, gaat die nu bij jou in de supermarkt zich uiten? Dat zal de vraag zijn. Mm-hmm. Dat weet ik niet, dat zou kunnen, maar dat is speculeren. En dan speculeren, doe ik niet. Ik creëer liever datgene wat ik wel wil, dan dat ik me de hele tijd ga bezighouden. Ja, en dat schip en de Suezkanaal en hoe kan het nou en weet ik wat allemaal. Ja, misschien is het onderdeel van een agenda, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet, dat weet jij ook niet. Dan kun je gewoon speculeren. Ja. En dat heeft geen zin, dus dat doe ik niet. Feit is wel, kijk, de agenda is dat iedereen moet worden onderworpen in een nieuw samenleving. Mm-hmm. Daar gebruiken ze nu die vaccins voor. Iedereen zal en moet dat vaccin gebruiken. Punt. Dat is de agenda. Vandaag las ik in de Amerikaanse RIVM, dat heet de CDC daar, Center for Disease Control, die heeft nou nieuwe richtlijnen voor gevaccineerden. Dat wil zeggen, als jij nu gaat reizen als gevaccineerde, hoef je al geen PCR-test meer te doen voordat je het vliegtuig in gaat. Hoeft niet meer. En als je dus binnen
Amerika vliegt, hoef je op de plaats van bestemming niet meer in quarantaine. En als je internationaal vliegt en je komt terug naar Amerika, hoef je niet meer in quarantaine. 14 dagen. Nou, dat zijn de nieuwe richtlijnen. Nou, die richtlijnen die komen ook jullie kant op. Hallo, wake up. Ze komen eraan. Hier is hij al. Die quarantainekampen, die gaan er ook komen. Ja, dat noemen ze hotels. Dat wordt een Rai of zo. Wordt een hele mooie locatie. Maar het principe is hetzelfde. De niet gehoorzamen, die worden dadelijk zo geïsoleerd, dat ze min of... Ja, je zou bijna zeggen dat ze gaan smeken erom. Van haal me hieruit. Maar het leven wordt ontzettend moeilijk gemaakt. Ontzettend moeilijk. En dan gaat het niet over dat je niet meer... naar een concertje mag, maar straks is die supermarktdeur voor je dicht. Zo erg gaat het. En ik wil niemand angst aanpraten. Dit is gewoon de agenda. Punt. Ik kan het niet anders zeggen. Want als je het wilt zien, dan kun je ook beslissen, ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar oké, dan moeten we wat gaan doen. En velen, die willen niet dat zien, want het is zo beangstigend dat ze zeggen, ja, nee, dat is... wil ik allemaal niet. Ja, joh, fijn dat jij in die donkere kamer wilt zitten, maar de wereld gaat door, hoor, weet je. En die deur gaat ook voor jou dicht. En als jij dadelijk uit je grot komt, dan kom jij in een wereld terecht waarin jij misschien helemaal niet kunt handelen waar je in terecht kunt. Dus het is beter om nu gewoon oogjes open en kijken, oké, dit is toch wat er aan het gebeuren. Wat kunnen wij nu doen? Waar kan ik me aansluiten? Hoe kan ik hier mee dealen? Want de politici gaan het niet doen. Kijk, en Trump gaat het ook niet doen. Hè? Want er zijn ook nog steeds mensen die denken dat hij nog steeds alles in de handen heeft. En ons gaat bevrijden. Ja, ik kan alleen maar tegen die mensen zeggen, ja, weet je, ik kan niks voor je doen als je nog steeds in lalaland leeft. Daar ben ik heel oordelend, sorry, maar weet je, wij zullen ons moeten bevrijden. Wij. En de aartsengel Michael, die doet zijn best, maar wij moeten het hier doen. Dus vanuit de spirituele sferen, ja, er komt ontzettend veel hulp en noem maar allemaal op, hartstikke mooi. Maar wij hebben handjes en voetjes om het hier te doen, zij niet. Hoe zie jij dat dan? Want wat moeten wij dan doen? Stoppen met gehoorzamen, stoppen, stoppen, dan zijn we eruit. Als wij nu beslissen om te zeggen, we gaan open, alle zaken gaan gewoon open, dan is het gedaan. Ja. Want de politie kan niet iedereen een boete geven, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Maar we moeten het dus gewoon doen. We moeten stoppen met die mondkapjes. Stoppen, niet meer doen. Alleen als jij en ik dat als enigste niet doen, ja, dan worden jij en ik bekeurd. Dan hebben wij een probleem. Ja, en je hebt geen. We hebben op een gegeven moment, dan doe je het zelf ook maar. Want ja, je wil niet de hele tijd de sjaak zijn. Dat begrijp ik. En mijn jongste dochter, die heeft nou pas een nieuwe job bij een oudere verzorgingscentrum. Ja. Ja, die loopt ook als een marsmannetje daar rond. Ja, dat heb ik gezien. Kun je daar wat over vertellen? Ik vond het schokkend. Ja, dat is, ja goed, ik heb geen foto's van haar gepubliceerd. Ik heb een foto van haar en haar oudste zus op de skilift met van die goggles en weet ik wat. Ja. Ja, dat is dus hoe ze daar rondlopen met van die goggles. Weet je wel, die grote brillen. Drie keer jouw formaat, zal ik maar zeggen. Ja. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk dikke dingen. Ja, een haarnetje op. Nou ja, goed, oké dan. En ja, mondkapje, maar dan wel een speciaal mondkapje. Dus niet die rommel die wij hebben. Nee, deze moet je heel strak kunnen aantrekken. Dus ze kan amper fatsoenlijk ademen. Dus... Zo moeten die daar. En gisteren had ze daar haar tweede werkdag en dan kwam ze thuis en zegt ze: papa, was toch zo zielig. Er was een oude vrouw en die was jarig en die zat de hele tijd voor het raam. Dus zij kijkt uit dat raam, staan daar een paar van die familieleden met ballonnetjes buiten. Oh, vreselijk. En die hadden allemaal een mondkapje op, die mensen. En die waren dus happy birthday aan het zingen met een mond buiten, een joekel van een raam ertussen. En dan zegt mijn dochter, ja, die ziet ook de dingen gewoon zoals ze zijn. Ja, maar papa, wat is dit nou, weet je? Dat is toch... En ze moest afwassen in de keuken. En ze was dus alleen in die keuken. Dus zij vragen aan de begeleidster, mag ik die goggles afdoen, die rare brillen? Ja, dat mocht. Ze zegt, maar ik ben hier... Er is niemand!
Kijk, en dit is, kijk, zij kan daar, maar zij kan daar niks aan doen. Want als zij zegt van ik wil het niet, ja, dan wordt ze gewoon ontslagen. En dan komt er iemand anders voor in de plaats. Dus alleen kun je niks. Maar als je nou je samenpakt, als in dit geval die staff, en zegt van wat vinden we hiervan? Vinden we nou met z'n allen dat dit niet oké is? En als dan een meerderheid zegt, of een, laten we zeggen de helft, we vinden dat niet oké, ja, dan moet je dat aankaarten en zeggen, we komen gewoon morgen niet werken als dat niet verandert. Want alleen dan gaat die werkgever, die baas, die heeft namelijk een probleem. Die heeft geen staf. En hetzelfde is met supermarktpersoneel en noemen, of in de zorg. Als wij allemaal maar blijven meedoen met wat is, dan veranderen we niks. Nee, klopt. Maar je moet het samen doen. Je moet het samen doen. En dat wil niet zeggen dat je met iedereen, want je zult nooit iedereen meekrijgen. Er zijn altijd mensen die het niet met je eens zullen zijn. Maar wel met een behoorlijke groep. En dan kunnen we het veranderen. Maar als we dat niet doen, en ik heb, ik denk 2 weken geleden heb ik geschreven, ik denk dat we nu 2 maanden nog hebben voordat we een punt voorbij zijn, en ik zal niet zeggen no return, want er zijn altijd mogelijkheden en oplossingen mogelijk. Alleen dan wordt het zo verschrikkelijk moeilijk als we na 2 maanden nog niet onszelf hebben bevrijd. Ja, dan zitten we namelijk in een wereld waar de vaccinatiepaspoorten gewoon een feit zijn, waar alle wetten zijn dichtgetimmerd. Alles is dichtgetimmerd. Ja. Dus daar kom je ook geen kant meer op. Plus, een groot deel van de mensen, zelfs de mensen die het niet eens zijn met bijvoorbeeld vaccinatie, die gaan toch die prik pakken, want die willen weer een normaal leven hebben. En ik ga even naar de comment van Duarte. Die zegt, ik denk dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe makkelijker het wordt om de dissidenten op te pakken. Dus nu nog dringende aanmoedigingen en de duimschroeven worden steeds verder aangedraaid. Ja, dat is precies wat ik zeg. Dat is precies wat ik, en daarom zie je nu ook dat de Amerikaanse CDC, die hebben nou weer een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat als je laat vaccineren, de kans dat je anderen besmet zeer gering is. Dat is de uitkomst, even los van het feit hoe ze die studie gedaan hebben en of je dat gelooft. Dit is de conclusie. Dus dit wordt gelijk weer aangegrepen om te zeggen, ja, zie je wel. Weet je, als je het zelf niet wilt, doe het dan voor de ander. Ja. Doe het dan voor de ander. En ja, jongeren hebben geen last van het virus. Ja, maar je doet het ook niet voor jezelf, je doet het voor anderen. En zo worden jongeren nu dadelijk ook getarget. Ja. En weet je, de doelstelling is, hè, Fauci in Amerika is daar heel helder over geweest, die wil in 2022 baby's vanaf 6 maanden gevaccineerd hebben. Oh, horror. Complete horror. Ja, nou ja, goed, we zullen er toch mee moeten dealen. Dus dit heeft hij gezegd en dit is gewoon een van de mensen die gewoon nu aan de touwtjes trekt. Zo simpel is het. Dus dit willen ze. Nou, als wij nu als volwassenen meegaan met die prik, omdat ik zo'n graag mijn moeder wil zien en mijn vader wil zien, dan werk ik dus mee aan die agenda. En welk voorbeeld geef ik aan mijn kinderen? Ik zeg tegen mijn kinderen, ja, ik wil die prik niet, maar ja, ik doe het toch maar. Want het, ja, ik wil toch, ja, dat gaat mijn kind toch ook doen. Ja. En daarom zeg ik, we hebben nog 2 maanden de tijd. En als we het niet veranderen, als wij niet massaal nu opengaan met de zaken, massaal gaan opstaan, echt massaal. Als we dat niet doen, dan is het voor deze game over. Er zijn wel nieuwe games. Ik bedoel, het is niet zo dat we voor altijd en eeuwig dan in de hel zitten. Er zijn weer nieuwe games. Maar dan is deze game echt over. Nou ja, ik vind het vrij positief gesteld, van dat er dan wel andere games zijn. Het eerste wat in mij opkomt, is dat als we niet met z'n allen opstaan, dan is het game over en de volgende game is de Hunger Game. Dat is hoe ik het zie. Ja, maar ja, daar heb ik jou weer voor als bouwlamp, want dan ga je natuurlijk gelijk in licht daarom. Kijk, daar ga ik niet in mee, in die gedachte. Alhoewel ik hem helemaal snap. Ik snap hem helemaal. En zoals je er nu naartoe kijkt, is dat ook wat je ziet. Want dan is er geen licht aan het eind van die tunnel. Want het is gewoon donker. We kiezen allemaal voor die spuit. En als jij als enigste 5% niet aan die spuit, ja, dan ben je gewoon een asociale. Maar er zal nooit voor jou nieuw beleid komen. Want
politici baseren zich op de meerderheid, op stemmingen, polls, noem maar op. En ja, als 80% zich al heeft laten vaccineren, ja, wat wil jij dan zeuren? Dan ben jij toch een van die uitzonderingen. Dus dat is helder. Dus we hebben nu de kans. Doen we het nu niet? Oké, dan is dit spel is gespeeld. Dan zitten we in een Orwelliaanse samenleving, waarin er geen vrijheid is, zolang je die prik niet neemt. Maar ook als je die prik neemt, dan denk je dat er vrijheid is, maar dan zullen ze nog, ze gaan verder, want uiteindelijk is het niet een eenmalige prik, dit wordt een continue prik. Ja, ja, daar heb ik ook al berichten over gehoord, dat het maandelijk dit wordt continu. Je hoort het nu al in Engeland, willen ze in de herfst mensen een derde prik geven vanwege nieuwe varianten. Nou, dit gaat natuurlijk gebeuren. Je wordt een onderdeel van een oneindige reeks prikken. Het goede nieuws is dadelijk dat je niet meer naar de prikstraat hoeft. Je kunt gewoon in je huis blijven. Net als bij een Tesla die je niet naar een autodealer hoeft te brengen, naar een garage, maar je downloadt een nieuwe upgrade. Zo zal het dadelijk ook gaan. Nee, zo simpel is het. Kijk, Elon Musk is de man achter Tesla. Elon Musk is nu de man van het bedrijf Neuralink. Nou, dan bedoel dat die chip die ze onder je schedel gaan plaatsen. Ja, daar zit gewoon technologie in. Ja, daarmee kun je ook nieuwe prikjes downloaden. Het is allemaal simpel. Heb ik het nog niet over de mogelijkheid om nanotechnologie in het vaccin zelf te zetten. Ook dat is een mogelijkheid. Dus dit gaat het worden. We worden gewoon de Tesla 2.0. Je haalt even een nieuwe upgrade. Sterker nog, je hoeft niet eens te halen. Hij wordt voor jou gedownload. Want jij zit nu in het systeem. Ja. En dit is de realiteit. We moeten hem onder ogen zien. En ik hoop dat mensen ervan schrikken. Want nu kunnen we nog wat doen. Straks dan is het zover. Dan heb je die prik in je lijf. En dan over 3 maanden krijg je weer een nieuwe uitnodiging. Dan kun je wel zeggen, ja, dat was niet de bedoeling. Ja, fijn dat je dat niet hebt doorgehad. Maar dit gaat wel gebeuren. Dus nu moeten we het doen. We moeten nu opstaan en onze vrijheid eisen. Doen we het niet, zitten we in het systeem. Maar hoe sta jij daarin, Angelo? Want kijk, als jij straks gewoon voor de keuze gesteld wordt van jij wil gaan verhuizen. Stel dat het tegen die tijd zover is dat jij niet kan verhuizen, mits jij en je gezin, of je vrouw in dit geval, die prik neemt. Wat doe je dan? Nou, daar gelukkig ben ik daar nu nog niet voorgesteld. Laat ik het zo zeggen. Ik sluit achteraan in de rij aan. Durf ik te zeggen dat ik nooit een prik zal halen? Nee, dat durf ik niet te zeggen tegen je. Want, en ik zal je uitleggen waarom. Uiteindelijk wil ik ook een normaal leven kunnen leiden. Dus, snap je wat ik zou zeggen? Ik wil een normaal leven leiden. Alleen, ik wil zo lang mogelijk, zo lang als het kan, zo lang als ik nog enig licht zie om het te veranderen, zal ik hem niet nemen. Want ik wil die strijd winnen. Ik wil deze strijd winnen. Is die strijd op wereldniveau verloren, dan moet ik weer een nieuwe afweging maken van wat ga ik doen? En die afweging hoef ik nu nog niet te maken. Daarom geef ik... Kijk, in die zin ga ik mee met waar ik aandacht aan geef, groeit. Ik geef 100% op, ik wil hier uitkomen. Ik wil terug naar de vrijheid. Dus ik ga nou niet me heel erg veel bezighouden met scenario's. Stel nou dat het niet is, wat ga ik dan doen? Ik heb dat ook geleerd in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dat mensen hebben vaak een plan B en een plan C en weet ik wat allemaal. Nee, ik wil 100% gaan voor plan A. Want weet je, als jij een vangnet gaat creëren, dan kost je dat A, energie en tijd. Dus die kun je al niet bezig zijn om je werkelijke plan uit te voeren. Maar B, je bent minder scherp. Want als jij weet dat jij op die trapeze naar beneden valt en toch dat vangnet onder je, daar ben je minder alert, minder scherp dan dat je weet dat het leven of dood is. Voor mij is dit leven of dood. Deze strijd waarin we zitten is voor mij de strijd leven en dood. Daarom, ik ga 100% voor leven, voor vrijheid, 100%. En als ik zie van, ja, ik kom niet de supermarkt nu meer in. Ja, ik wil niet doodgaan, ik wil ook leven. Dan zal ik hem misschien moeten nemen. Maar hoe kijk jij daar dan in vredesnaam naar? Want het is nu mijn instelling van, als ik straks voor die keuze sta, of
die prik. Of ik ga gewoon dood, omdat ik niks meer te eten heb. Ja. Ja, zoals ik er nu in sta, en dat is natuurlijk makkelijk praten vanuit de situatie dat je met een vol buikje lekker veilig warm in je huis zit. Maar dan zeg ik, schiet mij maar dood. Want ik ga die prik niet nemen. Echt niet. No way. Ik heb er al heel serieus over nagedacht. Als het zover komt dat ik echt geen andere keus meer heb, dan heb ik er al over nagedacht wat ik ga doen. En daar spreek ik mij nu niet over uit. Maar die prik komt er niet in bij mij. No way. Ik verkoop mijn ziel niet aan de duivel. Als ik de verhalen hoor van de mensen die al gevaccineerd zijn, waarvan de omgeving al zegt dat ze in hun gedrag veranderen. Mensen die de prik gehad hebben, die zelf zeggen van, ik voel mij als het ware ontkoppeld. Ik ben los van God. Ik heb al zo verschrikkelijk veel berichten gelezen van mensen. Mensen die in de zorg werken, die het gewoon zien gebeuren. En dan kan je natuurlijk ook bij jezelf denken van, ja, maar misschien zien ze het gebeuren omdat ze het ergens gelezen hebben, omdat ze geloven dat het gebeurt en wat je gelooft, dat ga je ook zien. Het zou kunnen, maar ik neem die prik niet. Echt. Want jij zegt van, ja, ik wil leven. Ja, ik wil ook leven. Ik wil niks liever dan leven. Maar ik ben ervan overtuigd dat je binnen 4 jaar doodgaat aan die prik. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat weet je natuurlijk niet zeker. Dat is een overtuiging die je hebt. Maar dat weet je, dat kun je niet staven op basis van feiten. Want dat weet je pas na 4 jaar. Dus dat, ja, maar lieve schat, wat weten we nu echt zeker? Wat weten we deze tijd nog zeker? Niks. Ja, weinig. Dus daarom moet iedereen die keuze zelf maken. Dus als dat jouw keuze is en je staat er helemaal achter, dan is dat jouw keus. Mm-hmm. Ik heb je gezegd, ik hoef nu die keuze niet te maken. Dus voor mij speelt dat op dit moment niet. Maar wat ik wel, als ik even gewoon in gedachten ga, dan zeg ik van oké, stel nou dat ik dat zeg. Dat betekent dus dat ik dan dood ben. Dan ben ik er dus ook niet meer voor mijn kinderen en mijn vrouw. Het dan niet, ik vraag me dat zelf af, hè? Gewoon puur zelf. Is dat niet een hele egoïstische daad van mij dan? Want ik stap uit het leven, want ik wil zo niet leven. Maar ik neem daarbij ook afscheid, terwijl mijn kinderen er niet om vragen, terwijl mijn vrouw er niet om vraagt, van hen. Ja. Is dat niet heel egoïstisch? Dat is gewoon een vraag die ik me stel. Ik hoef nu geen antwoord te geven. Maar er zijn dus meerdere manieren om hiernaar te kijken. Kijk, ik ken ook mensen die de prik al gehaald hebben. En die hebben nergens last van, zeggen ze. Dus ik denk dat we hem op moeten passen. En ik zeg niet dat het een ongevaarlijke prik is. Hè. Ik wil hem niet. Laat ik dat. Ik wil hem niet. En ik zie er ook mogelijke gevaren in. Alleen waar we voor moeten oppassen is dat we zelf niet in een bepaalde koker terechtkomen. Wat bedoel ik daarmee? Als jij bijvoorbeeld, stel je op Facebook, dat je alleen maar in bepaalde groepen zit, waar mensen zitten die ook tegen al dit, dan krijg je dus alleen maar informatie tot je die daarmee strookt. Mm-hmm. Ja? Dat is hetzelfde als dat iemand de mainstream media volgt, voor de rest niks, die krijgt ook alleen maar informatie die daarmee strookt, op basis waarvan hij of zij zijn overtuiging bepaalt. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. Dus ik denk dat we altijd open moeten blijven om te kijken van wat is de werkelijkheid? Kijk, als zo'n Amerikaanse CDC komt met de studieresultaten en die zeggen van het vaccin beschermt je tegen anderen. Dan is mijn eerste reactie niet, oh, dat is dus waar. Of, nou, dat geloof ik niet. Nee, dan neem ik dat op. En dan zeg ik, oké, dan wil ik eens meer weten over dat onderzoek. Hoe hebben ze dat bepaald? Dus, maar heel veel mensen, die schieten gelijk in het ene extreme of het andere. Die zeggen, zie je wel, het beschermt me tegen anderen. Zie je wel dat ik het moet doen, want anders ben je... Of, well, dat kan niet, dat is allemaal doorgestoken kaart. Beide zijn extreme. Beide zijn extreme. Mm-hmm. En wat ik voor mezelf, dat is mijn keuze, is dat ik zeg van, ik laat alles open. Ik ga me aan geen enkele overtuiging vasthouden. Ik blijf open en ik blijf voelen wat voor mij waar voelt. Want in mijn gedachten kan ik allerlei dingen bedenken. Of het waar is of niet, allerlei verzinsels kunnen erin komen. Allerlei verhaaltjes kan ik geloven of niet geloven. Maar de echte waarheid voor mij zit in mijn hart. Want mijn hart is niet. Als ik echt verbonden ben met mijn hart, voel ik dat is oké of het is niet oké. En daar vaar ik op. Daar stuur ik op.
En daarom dat ik me ook niet de hele tijd met speculaties bezig hou. Want dan zit ik alleen maar in mijn hoofd van wat als en ja maar en blubblubblubblubs. En dan luister ik niet meer. Hè? Dan kan ik gedissociëerd zijn met mijn hart. Ik wil in mijn hart blijven. Nou, dat vind ik ook wel mooi wat Angela Roosmalen zegt. Ze zegt, je ziel is degene die het antwoord geeft. Ja, en hoe weet je wat de ziel jouw antwoord? Dat is wat jou in je hart voelt. Want de connectie tussen jouw ziel en jouw persoonlijkheid loopt via je spirituele hart. Dat is zeg maar de ingang van de ziel om jou te laten voelen wat waar is en wat niet. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dan ga ik ook even naar de volgende comment. En daar sluit ik mij ook helemaal bij aan. Want het is ook hoe ik denk, hoe ik voel. Ik leef ook vanuit mijn hart. Ik denk dat je met de prik niet echt kan leven. Want je kan niet leven vanuit je hart. Dus dan houdt het op voor mij. Ja, maar dat is we gedacht. Weten het niet zeker. Dat weet je niet. Arwen's, maar wanneer, Angelo, wanneer weet je het zeker? Je weet het pas zeker wanneer je het ondervindt. Als je hem hebt en dat het mogelijk te laat is. En dan is er geen weg meer terug. En we weten wat het plan is. We weten wat er in agenda 2020-2030 staat. We weten wat meneer B. Ik spreek het even absurd uit, want anders dan straks vliegen we eruit. Billy Boy gezegd heeft. We weten wat meneer Klaus Swabberhond heeft gezegd. Dus... hoe kun je daar nog aan twijfelen? Daar twijfel ik ook niet aan. Ik twijfel toch niet over de agenda. Daar twijfel ik toch niet aan. Nee, maar we weten ook dat het spuitje het middel is om tot dat doel te komen. Dat is één van de middelen om daartoe te komen. Waardoor je elk lichaam kunt aansluiten op je artificial intelligence grid. Ja, daarom zeg ik ook. Ik wil het nu niet. Ik sta niet helemaal achter. Jij staat helemaal achter. Nee, je staat niet eens in de rij. Ik sta niet in de rij. Nee, achteraan. Het is heel simpel. Kijk, ik wil het niet. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen als je mij zegt van maak je dan de keuze om dood te gaan in plaats van dat spuitje en te leven. Dan zeg ik nou die keuze heb ik nog niet gemaakt. Want ik leef hier niet alleen. Ik heb ook nog mensen om me heen. Ik heb mensen voor wie ik iets kan betekenen. Kijk, ik leef hier, kijk voor mezelf. Ik bedoel, ik kan morgen doodgaan. Ik ben niet bang voor de dood. Ik bedoel, ik leef gewoon verder. De dood bestaat niet. Gewoon een jasje wat ik uitdoe. Maar ik heb hier wel een taak te volbrengen. Zo voel ik het. Mm-hmm. Ja? Ja. En zolang ik nog mensen kan helpen met... whatever, op welke manieren dan ook, wil ik dat graag doen. En als mijn tijd gekomen is, ja, dan ga ik wel. Maar ik ben nog heel erg gericht op, ik wil hier iets doen. Ik wil hier voor mensen iets betekenen. En ik weet de kracht van het bewustzijn. Ik weet dat hoe sterker ik in mijn bewustzijn sta, hoe minder ontvankelijk ik ben voor de gevolgen van een spuit. Er zijn mensen die kunnen vergif innemen, zonder dat het een ziek wordt. Wim Hof, die kan een uur lang in een ijsbad zitten. Zonder dat hij dan... Nou, dit is de kracht van bewustzijn. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat nu eventjes aanhaalt. Want dat is zo. Dat ben ik helemaal met je eens, Angelo. Ja, absoluut. Dus, en dan zeg je gaat toch niet een vaccin van de vijand nemen? Ik wil licht zijn. Ik wil licht uitstralen. Dat is mijn taak. Ik ben nou niet bezig met een vijand en een spuitje. Ik wil vrijheid. Ik wil jullie vrij laten voelen. Want dat kan, hè. Je kunt in een onvrije situatie, kun je je toch vrij voelen. Ik voel mij totaal vrij. Alhoewel ik belemmerd ben in mijn vrijheid. Absoluut. Ik ben absoluut belemmerd in mijn vrijheid. Ik kan niet naar de kapper gaan zonder een mondkap. Dat kan gewoon hier niet. Dat is onmogelijk. Word ik nergens geknipt. Ja, dat is mijn keuze om te zeggen, ja, dan doe ik in dat geval even die kap op. Want ik kan die strijd op dat moment niet winnen. Ja. En dan kun je wel tegen me zeggen, ja, maar dan geef jij toch ook toe? Ja, eigenlijk op dat punt wel. Maar wat is mijn alternatief? Dan zie ik er als ik zie er sowieso als catweasel uit, maar dan zie ik er helemaal als catweasel uit. Ja, er is altijd nog een tondeuze, Angelo. Er is altijd nog een tondeuze. Ja, precies. Ik geef dit als voorbeeld. En er zijn voor mij grenzen. Daarom zeg ik ook, ik ga nu niet naar Nederland, want ik ga niet in zo'n gevangenis zitten als ik terugkom. Dat ga ik gewoon niet doen.
Dat is een keus. Daarmee betekent dat ik mijn ouders niet zie. Ja, dat klopt. En het vaccin ga ik ook nu niet nemen. Dat betekent dat ik waarschijnlijk misschien, ik weet het niet, hoe lang ik niet meer dan mijn ouders kan zien. Ja, dat is het gevolg. Die keuze maak ik nu. Maar zeg ik daarmee dat ik het nooit doe, dan zeg ik nee, ik kan dat niet nu nooit zeggen. Ik hoef het ook niet te zeggen. Ik moet het alleen nu bepalen voor mij, nu. Want alleen nu is het moment van creatie waarop ik kan beslissen. En nu zeg ik, ik kies het niet. Punt. Ja. Maar wat moet ik... Sorry. Ik ga weer even naar een comment. Sonja zegt, dan vraag ik me af of je nog mensen kan helpen. Of je je taak nog kan uitvoeren als je een prik hebt gehad. Is maar even een bedenking. Ja, nou daar ben ik van overtuigd van wel. Omdat mijn bewustzijn 10 keer sterker is als die prik. 100 keer sterker is als die prik. Ja, dat is wel heel erg bepaald. Dat ben ik met je eens. Dus ja. daar ben ik niet bang voor. En als ik dood zou gaan, nou, dan ga ik dood. Ja, dan ga ik dood. Ja. Maar dat geloof ik niet hoor. Ik denk niet dat die prik mij dood... dat geloof ik niet. Dus in die zin heb ik daar een andere mening als jou over. Dat je zegt van ik weet zeker dat ik over 4 jaar dood ga. Daar baai ik niet op in op die. Nee, maar ik snap heel goed wat jij bedoelt. Alleen ik heb daar zelf ook heel erg over nagedacht van... wil ik dan überhaupt nog leven in een wereld zoals die zich ontvouwt? Ja. Hè? Ik bedoel, ik heb het ook het boek gelezen in 1984. En ik heb zoiets van, no way. Mm-hmm. No way. Ja, ik wil er 1 dingetje op zeggen. Nogmaals, ik vind dat ieders keuze en iedereen is vrij om die keuze te maken. Wie ben ik? Mm-hmm. Maar ik wil er 1 anekdote op zeggen. Toen een leerling de Boeddha vroeg, Boeddha, meester, wilt u straks in de hemel terechtkomen of in de hel? Toen zei de Boeddha tegen de leerling in de hel. Waarop die leerling heel erg ja, maar meester, hoe kan die dat nou zeggen? En toen antwoordde de Boeddha, omdat ik daar het meeste te doen heb. Ja, ja, ja. En zo zit ik erin. Ja, ja. Dus ik kan weggaan. Ik kan weggaan en zeggen van in die ellende wil ik niet leven. Ik kan ook zeggen, nee, ik ga bewust in die donkere kamer, vol met mijn licht, en ik kijk wat ik kan doen. Ik kijk wie ik mee kan nemen naar het licht. Dat is het hoogste wat je kunt doen. Dat is jezelf sterven in jezelf, om het licht in jou te laten hergeboren worden. En hoe mooi is dat niet in deze Pasen, om aan die gedachte vorm te geven. Nou, je raakt me hier wel mee. Dit geeft wel weer stof tot nadenken, lieve schat. Ik had het niet anders verwacht. Ik was wederom weer zenuwachtig voor de uitzending. En ik vroeg me af waarom. Maar ja, ik wist wel weer dat jij mij weer genoeg stof tot nadenken zou geven. Dus misschien was ik daarom wel zenuwachtig. Ik ga weer naar een comment. Maar Inge, als we dan terug op aarde komen, komen we weer voor hetzelfde te staan. Want dan hebben we onze les niet geleerd. Hoe kijk jij daarna, Angelo? Nou, ik zou eigenlijk zeggen, ik wil niet meer terug op aarde komen. Ik wil dit goed afmaken. Mm-hmm. En zo lang mogelijk hier proberen om mensen het licht te laten ervaren. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dus ik hoop het af te ronden in deze periode. En wat daarna gebeurt, of ik dan weer ervoor zou kiezen om terug te komen, dat weet ik niet. Misschien vind ik het leuk op die harpjes en zo. Of we überhaupt een keuze misschien hebben. Misschien wil ik er wel in die hel zijn, een tijdje. Als lichtwerker. Kijk, alles is een keuze. Voor mij is deze dimensie is gewoon 1 van de hele vele dimensies die er zijn. Maar lang niet de enige. En of ik nou hier zit of elders. Kijk, 1 minuut voor de dood is 1 minuut na de dood. Het is precies hetzelfde. Je hebt hetzelfde bewustzijn. Je hebt alleen je jasje afgelegd. Ja. Dus denken dat je door uit dit leven te stappen, of je dat dan actief doet of niet actief, en dan is alles vrij en dan ben ik helemaal, dat is een illusie, dat is niet zo. Want je neemt weet je wat het probleem is? Je neemt jezelf mee. Je hebt alleen je jasje uitgelaten, maar het feit dat jij je jasje aan de kapstok hebt, nog steeds ben jij, toch? Ja, zeker weten. Dus, ik zou zeggen van ik stap eruit. Want dan heb ik allemaal geen last meer van al die sores. Nee, hallo, jij neemt jezelf mee. Mm-hmm. En als jij de bron van jouw ongeluk bent, dan ben je dat dadelijk nog steeds. Ja, maar dat is mooi gezegd.
Gerdien zegt, en die vind ik ook heel mooi, Wim Hof heeft toch ook een experiment gedaan door ziektekiemen in te laten spuiten. Hij werd gemonitord en het gif raakte hem niet, want dat is bewustzijn. Nou hebben we het natuurlijk wel over een bijzonder iemand die daar ook enorm in getraind is. En daarin ook wel een beetje van de hoed en de rand weet. Zover zijn niet alle mensen, maar goed. Nee, dus kunnen we daar mensen in meenemen. Mensen die wel zover zijn, die kunnen dan anderen daarin leren. Net als dat een tennisleraar iemand anders kan leren om wat te tennissen. Ja. Nou, zo zie ik mijn opdracht. Dat is precies... Kijk, ik ben geen Wim Hof, want ik hou niet zo van die kou allemaal. Maar wat hij... ik zit liever in de jacuzzi. Lui man wat ik ben. maar ik kan wel mensen iets vertellen over bewustzijn. En ik kan wel mensen contact laten ervaren met hunzelf. Want daar gaat het om. Als jij helemaal contact hebt met wie jij bent, jouw kern. Ja, dan hoeft niemand je meer wat te vertellen. Want alle antwoorden zitten in jezelf. Ja. Alleen zolang je nog niet helemaal in jezelf bent geland, ben je op zoek naar van alles en nog wat. Naar meditatie, oplossingen, noem maar op. Alleen dat is niet het doel. Dat zijn mogelijke wegen die leiden naar het volledig zelf ervaren van wie je bent. Maar als je dat ervaren hebt, ja, dan hoef je niet meer op je kop te gaan staan. Want, ja, nee. Nee, serieus. Dat is echt niet nodig. Als je het leuk vindt, mag het. En als je het leuk vindt om in een ijsbad te zitten, moet je het vooral doen. Ja, zeker weten. Het is niet nodig om verlicht te raken. Want verlicht zijn is jouw natuurlijke staat van bewustzijn. Je bent al licht. Alleen je ervaart het niet, want je zit in al die wolken vast. En wat zijn die wolken? Dat zijn je gedachten, je emoties, je waarnemingen, zal ik zeggen. Ik ga weer even naar een comment. En er wordt gezegd, zo zie je maar weer dat zelfs hier bij Inge bij de Opstap zoveel vragen en antwoorden zijn die we niet weten. Nee, en ook heel veel stof tot nadenken. Maar daar hebben we Angelo voor. En ik bedoel, met Angelo, voordat we de uitzending starten, zei Angelo al van, nou ja, ik lul zo anderhalf uur vol. En daar had ik ook geen twijfel over. Want ja, waar zouden wij het vanavond over hebben? We zouden het gaan hebben over jouw laatste boek. Dan gaan we het daar absoluut nog over hebben. Maar er worden gewoon ook best wel veel comments geplaatst. Ja, maar het gaat erom dat mensen gevoed worden. En ja, ik heb een boek geschreven. Het heet Niets is wat het lijkt. Het is een fantastisch boek. Als je het niet leest, mis je enorm veel. Dus... Je kunt het op mijn website www.angelomeijers.com of je kunt naar mijn Facebookpagina gaan en er staat gewoon een link naar het boek. Je moet het echt kopen. Het verandert je leven. Het transformeert je zoals niks van tevoren. Je staat meteen in je licht. Het is onvoorstelbaar. Ja, je wordt gewoon ook een bouwlamp. Je bent een bouwlamp. Je bent immuun voor het vaccin, voor die prik. Haal het maar. Maakt allemaal niet uit. Het doet je niet. God. Oh, wat ben je ook een heerlijke verschijning. Echt geweldig. Oké, genoeg over mijn boek. Ja. Hier is toch geen praten tegen, lieve mensen. Hoe moet ik hier nou gewoon een beetje een goede talkshow leiden? Er is gewoon geen beginnen aan met deze man. Oh my goodness. Ja. Goed, ik wil het toch nog even erover hebben. Je ontkomt er niet aan. Okay. Hoe ben jij ertoe gekomen überhaupt om te gaan schrijven, Angelo? Want dit is niet jouw eerste boek. Je hebt mijn vierde boek. Je vierde boek. Wanneer ben jij begonnen? Nou ja, kijk, toen ik was natuurlijk een heel druk mannetje, hè, mijn eigen bedrijf, en toen kwam ik hier naartoe. Je was een druk mannetje, was? Ja, maar dat ben je nog steeds, lieverd. Doe maar, ga verder. Schat, de stilte in mij is zo overweldigend dat de oceaan daar ruw bij is. Dus ik ben de stilte. Ik heb daar een heel mooi stuk over geschreven. Ik ben de stilte. Alleen ik verbloem het heel goed. Oké. Okay. Okay. Wanneer ben je begonnen met schrijven? En waarom? Nee. Wat was jouw drive? Ja, goed. Zit het bij jou in de familie? Nee. Okay. Ik had nog nooit wat geschreven, behalve offertes en allemaal zakelijke stukken. Ja. Facturen, heel belangrijk. Ja. Sturen. Mm-hmm. En toen kwam ik hier
9 jaar geleden. Ja, toen had ik ineens een lege agenda. Dus heel raar. Ja, een cultuurshock. Een totale shock. En ja. Ineens zat ik vooral met mijn vrouw samen. Dat was natuurlijk ook een shock. Ja, vooral voor haar. Ja, niet voor mij. Ja. Haar ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus dat was echt een diepe crisis. En na een paar maanden daarvan genoten te hebben, ik zal het even positief brengen, voelde ik de drang om te gaan schrijven. Maar ja, ik heb nog nooit wat geschreven. Dus waar ga ik dan over schrijven? Ik had geen idee. Ik voelde alleen die drang om te schrijven. Dus ik, nou ja, dus ik denk, oké, dan ga ik maar schrijven over iets wat ik aardig heb gedaan. Dat wil zeggen, hoe word je succesvol in het leven? En hoe kun je succesvol zijn en toch gelukkig zijn? Dus daar begon ik over te schrijven. En ook over mijn bedrijf en hoe je een ziel in het bedrijf kunt brengen. Nou, allemaal hele fantastische mooie concepten. Ik had best wel wat geschreven na 3 maanden. En op een gegeven moment ik hit een wall. Dus ik liep tegen een muur op, er kwam niks meer. En toen voelde ik op dat moment heel duidelijk van, joh, hou eens op met dat praten over een bedrijf en over succes en over weet ik wat. Schrijf over jezelf en over het pad wat jij in jouw leven hebt doorgemaakt. En daarbij mag je best gebeurtenissen benoemen, maar vertel vooral hoe het jou heeft gevormd. Hoe ben jij door die zwarte tunnel gegaan in jouw leven? Want ik ben ook door een paar van die leuke tunnels heen gegaan. Ja. Toen het boek me dat vertelde. Het boek vertelde me dat eigenlijk. Van joh, ga een andere kant op. Ja, toen kwam er zoveel inspiratie. En toen ging ik ook schrijven over de ziel. En over andere dimensies. En weet ik wat allemaal. En er kwam van alles en nog wat naar binnen. Mijn hand bleef gewoon stil hoor. Ik bleef gewoon rustig typen. Dus het was niet zo dat ik... Oh, daar komt hij weer, weet je. Nee, dat had ik niet. Ik was gewoon bij bewustzijn. Alleen mijn bewustzijn expandeerde. Dat is mooi gezegd, hè? Expandeerde. Ja, heel mooi. Ineens kwam ik in andere dimensies met mijn bewustzijn. Nou, noem maar op. Dus toen heb ik een boek geschreven. En dat heet De Reis van de Ziel. Dat is een heel persoonlijk boek. Het gaat eigenlijk puur over mij. Alleen... Als je het boek leest, ga je eigenlijk op reis door je eigen ziel. Zo is het eigenlijk geschreven. Nou, dat was boek 1. En ja, ik kon niet ophouden. En toen kwam boek 2. Dat heet dan De Ontembare Stilte. Wauw, de ontembare is mooi, hè? Ontembare stilte. Kijk, ik ben ontembaar, maar ik kom wel vanuit stilte. Wat een gelul allemaal, hè? Heerlijk. Heerlijk. En het gaat er eigenlijk, dat hele boek is eigenlijk van, hoe is dat nou landen in je hart? Dat klinkt allemaal zo mooi, maar wat is dat nou, weet je? En hoe ervaar je dat en hoe doe je dat? En nou ja, bla. Het is geen receptenboek, hè? Niet zo van de 7 stappen en dan heb je het. Maar puur vanuit mijn ervaringen, dingen die mij geraakt hebben in het leven. Want zo land je in je hart, door je te laten raken door het leven. Ja, ja. Hè? Ik bedoel, je kunt op je kop gaan staan, je kunt 3 uur per dag mediteren, maar als jij je niet laat raken door het leven, ja, dan weet je misschien perfect om je gedachten tot rust te brengen, maar ja, wat schiet je daar dan mee op? Maar het klinkt zo simpel, hè? Ja. Je laten raken door het leven, of bijvoorbeeld naar binnen keren, dat is ook wat je heel veel hoort. Allemaal dat soort kreten, wat zo simpel klinkt, maar waarbij mensen zich afvragen, en ik ook vaak van ja, heel mooi. En leuk. Hoe dan? Ja. Ja. Weet je, als jij kijkt naar een kind, een jong kind, dat is waar ik het over heb. Een jong kind, die is blij, daarna gaat hij huilen, daarna is hij boos, hij lacht gelijk. Alles gaat boem, boem, boem. Ja. En waarom gaat alles boem, boem, boem? Omdat hij niet boem, boem, boem hierboven allerlei hele vreemde constructies heeft zich eigen gemaakt. Ja. En dat is het probleem. Onze natuurlijke staat van zijn is dat wij totaal verbonden zijn met ons wezen. Alleen vervolgens groeien we op en er wordt ons geleerd dat we na moeten denken, dat we tot 10 moeten tellen, dat we, nou ja, enzovoort. Dat zijn nog de onschuldigen en de conditioneringen. En op een gegeven moment hebben we zoveel conditioneringen
dat we niet meer weten wie we zijn. Want we zitten helemaal verstrikt in die conditioneringen. Weet je, ik... wat wil ik nou zeggen? Er schoot me weer iets binnen. Over die conditionering. Oh ja. Ik had het over Eckhart Tolle. Iemand zei op een gegeven moment van Eckhart Tolle, ja, dat is een fantastische man en blablabla. Ik zei van, ja, ik heb 10 dagen heb ik die man ervaren. Want ik ben naar 2 van die 5-daagse retreats geweest. En ja, dan ben je 10 dagen hè, in de nabijheid van zo'n man en zo. En ja, en hij zegt ook dat je niet mag oordelen. Oh, niet mag oordelen? Ik zeg, maar dat is gek. Ik zeg, maar toen ik op dat retreat was, toen zei hij dat hij geen persoonlijk contact met mensen wilde. Want dat was allemaal te druk voor hem. Oh, ik zeg, dat is toch ook een oordeel, of niet? Ik wil geen contact, want ik vind het te druk. Het brengt, nou ja, noem maar op. Dat is een oordeel. Ja. Ja. Ik zeg, dat klopt dus niet. Ik zeg, hou op met die prietpraat over ik mag niet oordelen. Kijk. Als jij tegen mij zegt, ik vond dit een fijn gesprek, dat is een waardeoordeel. Ja. 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 Als jij zegt, dat is een verschrikkelijke vent, dat is een waardeoordeel. Weet je, Angelo, kijk even naar de comment. Geweldige vent, Angelo. Oh, dat is een oordeel. Dat is een oordeel. Ronald. Dat is echt een oordeel. En weet je, dat mensen ook in die hele spirituele wereld, die zijn zo de weg kwijt. En ik zeg het gewoon zoals het is. Flauwekul, ik mag niet oordelen. Weet je, als ik zeg van, ik doe alles voor mijn kinderen, want ik vind ze zijn alles voor mij. Natuurlijk is dat een waardeoordeel. Want voor iemand anders zijn die kinderen voor mij niet alles. Dat is een waardeoordeel. Maar wij leven in een dualistische wereld, waarin er goed en kwaad is. Dat jouw goed niet mijn goed hoeft te zijn, dat is waar. En dat jouw kwaad niet, dat is waar. Maar ik leef nou eenmaal vanuit mijn bewustzijn. En ik zeg, dit is voor mij licht, dit is voor mij donker. En dat is een oordeel. En iemand die zegt van je mag niet oordelen, ja, die leeft in een of andere hele rare bubbel. Maar zelfs dat is een oordeel. Als je zegt je mag niet oordelen, dat is een oordeel. Dat is een oordeel. Ja. En zo raken mensen van het padje af. Omdat ze ineens zich schuldig gaan voelen over, oh, wat denk ik nu? Wat komt nu aan me op? Nou, ik ga het manifesteren, weet je? Dat mag ik niet denken. Oh nee, het universum kent het woordje niet. Oh. Dat is ook zo'n interessante. Je moet niet zeggen van, ik wil dat niet. Want het universum kent het woordje niet. Die ken je wel, hè? Ja, die ken ik heel goed. Ah, jongens. Maar het universum, weet je? Triljarden galaxies, hoe noem je die dingen? Melkwegstelsels. Of, hoeveel hebben we er niet van? En dan kent dat gigantische universum het woordje niet. Ik bedoel, elke Google-machine die weet wat niet betekent. Maar dit zijn weer van die enorme rare ideeën die dan vanuit een of andere gek worden gelanceerd. En dat noemen ze dan de spirituele leraar. En dan gaat de rest erachteraan hobbelen. Ja, kijk nou. Zo moet het dus. Jongens, hou op daarmee. Weet je, leef. En het enige wat ik doe is, ik probeer het beste in mezelf naar boven te halen en de shit daar zelf mee te dealen in mezelf. Dat is wat ik probeer. Lukt niet altijd, vraag maar mijn vrouw en kinderen, lukt niet altijd. Maar ik doe mijn best. Maar dat is de beste intentie. En al dat andere geneuzel, dat brengt ons alleen maar in ons hoofd. Net als dat je zegt van ja, je moet je gedachten tot rust brengen. Moet je ook je leven tot rust brengen of zo? Nee, ik hoop dat hij het blijft doen. Dus ja. Ik hoop dat mijn gedachten het ook blijven doen. Weet je, ik heb geen probleem met mijn gedachten, want ik ben niet mijn gedachten. Mijn gedachten zijn net als wolkjes die voorbij drijven. Ik ben geïdentificeerd met de blauwe hemel. Dat daar gedachten doorheen vliegen als wolkjes, ja prima. Emoties, fantastisch, laat me komen. Ik heb er geen probleem mee. Ik heb er pas een probleem mee als ik denk, ik ben die emotie. Dus dan ga ik denken, ik ben depressief. Dan heb ik mij geïdentificeerd met depressie. Ja. Dus er is een wolk in mij die depressief is, absoluut. Maar dan zeg ik van, ach, dit is wat ik ben. Nee, dat is niet wat je bent. Dit is wat je tijdelijk even ervaart. Maar als je even weer in jezelf landt, dan zeg ik, oh, wauw, lekker ruim hier. Ja.
Ik vind de opmerking van Glenda Serena ook wel mooi. Alles is aangeleerd, is net zoals je vinger opsteken en noem ze maar op, loskoppelen van alles. Ja, ja, ja. En dat is ook heel erg cultuur bepaald, hè? Dus waar je opgroeit. Zeker, hè? Zeker. Heel, ja, absoluut. Terug naar je boeken. Oh jee, help. Ja, ja, ik weet dat je weer de zijstraat nam en dat je dacht dat ik het ook weer even vergeten was. Maar nee, okay. Ik roep je weer even tot orde hoor. Terug naar je boeken, waar was je gebleven? Nou ja, dus het eerste boek is heel erg spiritueel. Het gaat over reis van de ziel. Het tweede boek over echt het landen in je hart. Fantastisch boek. En, zijn die boeken trouwens allemaal nog verkrijgbaar? Ja. Die, alles als je naar mijn eigen website gaat, www.angelomeijers.com. Daar staan de boeken op en daar staan links naar die boeken. En die Engelstalige boeken die kun je via bol.com of Amazon kopen. Het derde boek is ook Engelstalig. Dat is meer een roman, maar wel heel erg gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Het gaat over een dakloze jongere die aan lager wal raakt en die dan door zijn hele leven lang... en dan heb ik ook weer interacties met de sfeer. Want al mijn boeken, zal maar zeggen, dat gaat ook over de interactie tussen hier en het spirituele. En ik laat eigenlijk zien wat wij noemen de hemel, en we denken dat dat een of andere plek is, of de hel, dat is eigenlijk datgene wat hier en nu is. Het zit in jezelf. Dus als jij, mensen zeggen ook, ik zit in de zevende hemel, dat is een staat van bewustzijn. Dus niet dat je dan op een of andere stoel zit, in de zevende straat hier vandaan. Nee, dan, dat is jouw staat van bewustzijn. Dus, en daar gaat eigenlijk al mijn boeken over, is dat alles wat jij buiten jezelf denkt waar te nemen, zit in jezelf. Zit in jezelf. Dus die hemel en die hel, die zitten in jezelf. En iedereen ervaart dat. Iedereen. Het is niet nieuw. Dit weten we allemaal. Alleen, omdat we vaak het geluk hier niet kunnen vinden in onszelf, wat doen we dan? Dan gaan we projecteren en dan zeggen, ja, maar daarachter is het mooi. Hè? In die hemel is het mooi. Of, ja, die 5D. Ja, die 5D, we zitten nou in 5D. Hartstikke mooi, man. Ja, hartstikke fijn. Maar weet je dat er al 99D in jezelf zit? Dus die 5D, dat vind ik echt niet genoeg, hoor. Dat gaat, ik wil, hè? Noem maar op. Maar dat is wel altijd zoeken naar iets buiten jezelf vaak. En dat is wat mensen maar blijven doen. Hè? Volgende cursusje, volgende dit, volgende dat. Ja, nu is het 5D. Dan is het de aartsengel Michael die het komt oplossen. Dan is het iemand uit Amerika die het allemaal weet. Het zit in jezelf. Het zit echt allemaal in jezelf. En als je... Weet je, als wij bewust waren hoe sterk en mooi en krachtig wij zijn, dan zaten we ook niet in al deze shit. Want wat we doen, is we leggen de autoriteit buiten onszelf. Ja. Ik ga je even onderbreken. Ik refereer even naar de opmerkingen die Rebels maakt. Ik hoop dat ze er nog bij is, want ze zegt, jongens, ik ben weg, ik zit me mateloos te ergeren. Waarom ergert zij zich? Zij heeft een aantal opmerkingen geplaatst. Dat ze zich hier niet in kan vinden. Dat jij uit je nek lult. Dat het bullshit is. En dat is niet omdat hij een troll is. Ze zegt, ik word hier heel erg verdrietig van. Omdat jij, zoals ik het even snel doorheen scroll, niet zou weten. En ik weet dat het anders is hoor, Angelo. En daarom wil ik hier even een opmerking over maken. Jij zou niet weten wat depressie is. Ik weet dat zij al heel lang vecht tegen depressie. Nelke Rovers zegt ook van, was het allemaal maar zo makkelijk? Ik vecht daar ook al 33 jaar mee. Als er iemand is die weet wat het is om heel erg depressief te zijn, dan is het Angelo en dan ben ik het ook. Dus wij weten om de sodemieter wel waar we het over hebben. Zou je daar even iets over kunnen zeggen, Angelo? Ja, nou, ik kan je alleen vertellen dat ik een fase in mijn leven heb gehad, en die heeft ongeveer zo'n 5 jaar geduurd, waarin ik dood wilde. Dat was een fase, zeg maar begin 20, waarin ik absoluut het licht niet zat. Alles was donker. Ik voelde ook helemaal niks meer. Dus ik kon niet huilen, ik kon niet lachen. Ik voelde niks. Alles was donker om me heen. Ik had geen energie. Ik had alleen niet het lef om er een einde aan te maken. Mm-hmm. Ik had gewoon niet het lef.
Dus klets ik uit mijn nek. Ik weet wat het is om door die donkere tunnel te gaan. En ik weet ook dat het iedereen dat op zijn eigen manier ervaart. Dus ik zeg niet dat ik precies weet waar jij doorheen gaat op dit moment. Of al 33 jaar. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik ben er wel zelf doorheen gegaan uit die tunnel. En ik weet dat je ook uit die tunnel kunt komen. En als jij gelooft dat jij niet uit die tunnel kunt komen, is daar al één van de problemen waarin je zit. En dat je dan daar boos op wordt omdat ik jou daarmee confronteer, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar uiteindelijk zul je in de spiegel moeten kijken en zeggen, de depressie is iets waar ik in zit. Het is niet iemand anders. Ik zit erin. Ik zit erin. Ja. En ik weet dat je daaruit kunt komen. En ik zal niet zeggen dat dat makkelijk... Ik zeg toch niet dat het makkelijk is, of wel? Heb ik het woord makkelijk gezegd? Nee. Weet je, dingen die ik zeg klinken simpel. En ze zijn ook simpel omdat ze helder zijn. Maar dat wil niet zeggen dat simpel makkelijk is. Nee. Kijk, als jij kijkt naar bijvoorbeeld een tenniswedstrijd van Roger Federer, dan ziet dat simpel uit. Waarom? Omdat hij meester is over het spelletje. Maar voordat hij het simpel liet uitzien, heeft hij ontzettend hard moeten werken. En nederlaag op nederlaag en noem maar allemaal op, voordat hij tot dat niveau is gekomen. Ja. Ja. Maar ik geef je wel hoop. Ja. Want ik zeg, het kan. Het kan. Ik heb ook daar gezeten dat ik geen uitweg meer zag. Absoluut geen uitweg meer zag. Maar nu zie ik dat er een fase is waar die rups doorheen moest voordat hij zich helemaal kon ontpoppen, ja, als de vlinder. En ik wil jou laten zien dat jij de vlinder bent. Jij bent de vlinder. Alleen sta je jezelf ook toe om de vlinder te zijn. Heel veel mensen, en dan kom ik weer met mijn spiegel, die investeren in hun eigen ellende. Ook dat klinkt hard, ik weet het. Maar het is wel waar. Kijk wat er nu gebeurt. Hoeveel mensen proberen niet recht te praten. Wat er allemaal gebeurt voor de maatregelen. Voor Rutte, noem maar op. Waarom doen die mensen dat? Omdat zij geïnvesteerd hebben. Ze hebben zijn al een jaar lang bijvoorbeeld nu al meegegaan met alles. Om dat dan los te laten. Dan geef je een jaar lang van alles waar jij helemaal aan vast. Geef je los. Laat je los. Dat is verdomde moeilijk. Ja. Dat is verdomde moeilijk voor mensen. Ook al hebben ze een investering die niet goed rendeert, ze vinden het moeilijk om het te verkopen, om het los te laten. En dat is precies wat er gebeurt. Omdat wij zoveel dingen vasthouden in ons leven, kunnen we niet vrij vliegen waar we naartoe willen. We worden de hele tijd vastgehouden, naar beneden gedrukt, door alles wat we vasthouden. Maar jij bent degene die dat vasthoudt. Jij bent degene die de depressie vasthoudt. Ja, en dan kom ik toch ook weer terug op gedachten zijn krachten, hè? Ja, natuurlijk. Maar gevoelens zijn nog sterker. Dan kom ik ook terug op wat ik zei, van alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik blijf hem herhalen, want als jij je er maar op blijft, ja, bijna blind staren van ik ben depressief, dan voed jij dat ook. Ja. Dan zal er ook geen verandering komen. Ook als jij gelooft van ja, depressiviteit, ja, dat zit bij mij in de familie, dat zit in mijn genen. Ja. Dan is het al een vaststaand feit. Hoe wil je daar dan nog aan ontkomen? Niet, want je maakt je slachtoffer. Je identificeert je met iets wat jij niet bent. Jij bent niet depressief. Jij ervaart depressieve gevoelens en gedachten. Dat is de waarheid. Maar wie jij bent niet depressief. Jij bent de blauwe hemel. Alleen je bent verstrikt geraakt in al die donkere wolken. En je denkt nu dat jij die wolken bent. Maar dat is niet wie je bent. Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Dat is ook hoe ik het zie. En dat is net een krachtige boodschap. Dat is, ja, dan kun je weglopen. Maar eigenlijk loop je weg voor je eigen kracht. Je loopt weg voor je... Ik zeg nou net, jij bent krachtig. Jij bent zoveel meer. Ik ontken niet dat jij die depressieve gevoelens niet hebt. Wie ben ik? Als jij dat zo ervaart, ervaar je dat zo. Maar ik zeg je alleen maar, jij hoeft je daarmee niet te identificeren. Jij bent zoveel meer dan dat. Dat is toch een goede leraar doet, die helpt je toch naar de overkant. Die zegt toch niet van ja, good luck, suck it up en denk maar.
Precies, precies. Ben ik met je eens. Ik zal ook zorgen, ik kan er niet voor zorgen, ze moeten voor openstaan, maar ik zal nog even contact met haar hebben na de uitzending en ook vragen of ze toch dit laatste stuk van de uitzending toch nog even wil kijken, want anders dan blijft het gewoon met een heel nagevoel achter. En dat is natuurlijk helemaal niet wat we willen. Zou je nog eventjes wat uitleg willen geven, want er worden veel comments geplaatst over 5D. En ik weet dat er heel veel mensen zijn en ik ben daar ook schuldig aan. Het hele verhaal van 3D naar 5D en dat heel veel mensen nu daar nog steeds heel erg mee bezig zijn. En met mediteren en maar hoop hebben. En over hoop zeg ik altijd, hoop is uitgestelde teleurstelling. Kun je daar nog even wat over zeggen, Anselm? Ja, oké. Alle dimensies die er zijn, bestaan al in jezelf. Jij bent een multidimensionaal wezen. Kijk naar een radio. Allerlei zenders. Van heavy metal tot gospel. Je ervaart het allemaal in jezelf. Jij kunt in de ene staat van grootste blissfulness zijn. En het andere moment kun je je voelen als dat je in de hel bent. Iedereen ervaart dat. Met andere woorden, al die dimensies zitten al in jezelf. Dus jouw ziel hoeft helemaal niet naar 5D te gaan. Dat is gewoon flauwekul. Het enige wat je wel kunt zeggen is dat er op materieel niveau de trilling omhoog gaat. En dat je zegt van, hey, we kunnen naar een andere frequentie gaan op materieel niveau. Met andere woorden, we gaan steeds meer luisteren en ervaren hoe die radio bliss eruit ziet. Dus 5D is niet iets nieuws, het bestaat al lang. Alleen in jouw materiële verschijningsvorm, in jouw persoonlijkheid, ga je dat meer of meer ervaren of blijf je nog zitten in je radio 4 of wat dan ook. Dat je dat 3D noemt en 5D, dat is allemaal maar relatief. Dat heeft ooit iemand eens een keer daarmee begonnen en de rest heeft het nagepapegaaid. Want waar is 4D dan? Ik bedoel, 3, 4, 5 en ik bedoel, dan kom je weer in allerlei mentale concepten terecht. Ja, 4D is een overgang en ben je snel uit. En, nou, dat is allemaal gelullen in de ruimte, sorry dat ik het zeg. Al die dimensies ervaar je in jezelf. En als jij de wereld verandert, dan doe je dat door bij jezelf te beginnen. Dus als jij Radio Love de hele tijd aan hebt, dan zullen er mensen zijn in je omgeving die dat oppikken. Die horen dat. Die willen dat wellicht ook hebben. En die voelen zich aangetrokken. En zo bouw je je eigen lichtbubbel letterlijk op. En zo ga je met elkaar naar een hogere dimensie. Maar als jij denkt dat omdat we nu in 5D zitten, ineens er een oplossing komt vanuit de sferen om dit allemaal op te lossen, ja, dan leef je weer in een lalalandbubbel. Lalaland, ja. Ja, want... Ja. En daarmee zeg ik niet dat er geen invloed is vanuit de sfeer. Alleen, even, ik zeg altijd maar zo, hè, als mensen zeggen van, ja, en ik heb doorgekregen van mijn, van die en die, hè, vanuit de sfeer, dat er dit gaat gebeuren. Dan zeg ik altijd zo, joh, waarom hecht je nou meer waarde eraan aan iemand die al dood is, dan iemand die in leven is? Waarom zou die nou wijzer moeten zijn? Waarom? Ja. Ik bedoel, als Hitler mij nu allerlei dingen gaat doorgeven, is dat dan ineens allemaal waar? Omdat hij nu in de sferen zit? Je moet kijken naar iemands niveau van bewustzijn. Daar gaat het om. Ja. En we moeten het zelf doen. Als we weer de hele tijd bezig zijn met 5D en met weet ik wat allemaal, van buiten ons, dan leggen we die autoriteit weer buiten ons. En we moeten nou net in onze autoriteit gaan staan. En zeggen, wij zijn de schepping. Wij zijn de scheppende kracht in dit universum. Daar ben jij onderdeel van. Ja. Jij bent een golf in die oceaan. En als je echt... En je bent niet alleen dat golfje, je bent de oceaan in beweging. Je bent de oceaan in beweging. Dat is de vader en de zoon die één zijn. Je bent de oceaan in beweging. Hoe sterk wil je zijn? Hoe mooi wil je zijn? Wat moet ik me dan met 5D? Mijn god man, ik ben de hele oceaan. Hallo? En al die geledingen, al die laagjes, al die dimensies zitten al in die oceaan. Dat is het al. Dat is God. Dat is alles. En ik ben daar een manifestatie van. Dan hoef ik me toch niet bezig te houden met een of andere flut D.
We zitten. Ik heb vast inmiddels... weer iemand nu heel boos gemaakt. Maar... Nee. We zitten inmiddels al op 1,5 uur. En ik vind ook dat je het heel mooi uitgelegd hebt. Ik sluit even met deze comment af van Gerdien. Ja, inderdaad, wij zijn het spiegelende water. Dat is ook het boek, hè, waar we afgelopen maandag Hans Wijngaard hier hebben gehad. Over zijn boek Het Spiegelende Water. Ik wil eigenlijk jou vragen of je nog tot slot een boodschap, naast alles wat je al gegeven hebt, of je nog iets wilt zeggen. Want anders dan wil ik eigenlijk afsluiten met jouw tekst. Er komt een dag in je leven, als je dat goed vindt. Want dat vind ik echt een hele mooie tekst om mee af te sluiten. Het is niet dat ik jou nu al wegdruk uit het beeld, hoor. Dus blijf er nog even bij, Angelo. Vind je het goed dat ik dat voorlees? Helemaal goed. Oké, nou. Ik heb het zelf nog nooit gehoord, ik schrijf het alleen maar. Ja, Angelo die leest eigenlijk volgens mij ook nooit terug wat hij schrijft. Want af en toe dan stuur ik hem even een pb'tje van Angelo, er staat een schrijffout in, een typfout. En dan zegt hij, oh dankjewel, ja ik heb het nog niet teruggelezen. Dus misschien is het, ik kan het vragen aan Angelo of hij het zelf wil lezen, maar ik lees het voor. Dan kun je je eigen werk eens een keer horen. Ja. Hoe mooi dat is. Ik ga opletten hoor. Heel goed opletten en je mond houden, hè? Ja, oké. Er komt een dag in je leven. Er komt een dag in je leven dat in de greep van al je pijn en lijden je het einde van je Latijn bereikt en een oerkreet het uitschreeuwt: stop! Je bent klaar met vechten tegen de wereld en het bedwingen van je eigen demonen. Je hebt alles gedaan wat je kunt, maar niets werkt. Je komt geen meter vooruit en je voelt je verlaten, gekwetst, verloren. Maar dan, als de tranen zijn opgedroogd, haal je een paar keer diep adem. Ontspant je lichaam en laat alles los. Er verschijnt een vage glimlach rond je lippen. En opeens ziet de wereld er heel anders uit. Je stopt met het wegdromen van je dagen. En begint met het naleven van je dromen. Je bent bang, doch vastbesloten. En voor het eerst zie je dat het leven niet iets is dat je overkomt, maar dat je zelf vormt. Je weet dat je niet alles en iedereen in de hand hebt. En je beseft dat angst en zorgen het leven er niet gemakkelijker op maken. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de overgave van het hart. Je erkent dat je niet perfect bent en je aanvaardt dat het leven niet altijd loopt zoals jij dat wilt. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de acceptatie van het hart. Je erkent dat er zoveel is dat je niet weet. En je identificeert je met niets. Zelfs niet met je trofeeën en titels. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de nederigheid van het hart. Je beseft dat iedereen zijn eigen pad loopt. En je weet dat het niet de ander zijn taak is om jou gelukkig te maken. Maar dat het de jouwe is. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de compassie van het hart. Je leert het belang van wederzijds respect, eerlijkheid en harmonie. En je ervaart dat met zijn tweeën de vreugde dubbel is en de smart slechts de helft. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de verbinding van het hart. Je weigert nog langer te klagen en anderen de schuld te geven. En je stopt anderen te veroordelen voor wat ze doen of wie ze zijn. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de wijsheid van het hart. Je stopt met jezelf te serieus te nemen. En je leert te lachen om je eigen foutjes. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de humor van het hart. Je verdrinkt niet langer in je tranen. En je ziet alles als een mogelijke zegening. Zelfs al is die soms erg versluierd. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de dankbaarheid van het hart. Je ziet het leven als een reis en je weet dat de bestemming niet het ware doel is, nog dat er ooit een eindpunt is. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de passie van het hart. Je leert jezelf omringen met mensen die om je geven en je laat los al die mensen die slechts iets van je wilden. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde de liefde van het hart. Je leert degene kennen die je werkelijk bent. En je verlaat degene
die leefde in je hoofd. En al snel fluistert de adem van vrede en vreugde het hart van de ik ben. Kippenvel. Wow. Dus wel een beetje lang, maar wel niet onaardig. Niet onaardig, hè? Echt de moeite waard. Het is, ik vind het echt, ik vind het prachtig. Echt kippenvel. Dank je. Oké. Okay. Lydia zegt dankjewel, Angelo. En heel veel succes in Canada. Dankjewel. En Nelleke zegt, dit raakt me. Ari zegt, maar echt zit met tranen. Een stilte momentje. Wow. Mooi. Heel mooi. Hier sluiten we bij af. Ik weet dat jij, jij hebt tegen mij gezegd van, dat ik altijd een beroep op je kan doen. Dat je altijd terug wilt komen. Ik wil ook heel graag dat je terugkomt. En ik weet dat ik niet de enige ben. Wanneer wij weer de bouwlamp nodig hebben, dan zullen wij aan de bel trekken. Waar je dan ook zit. En dan weet ik je te vinden. Ik breng nog even een paar comments in beeld. Oh jee, nou gaat het in één keer zo snel. En dan kan ik het dus niet bijhouden. Want dan scroll ik eroverheen. Kijk, het zijn allemaal dankjes. Nou, en er wordt nu al gevraagd wanneer je weer komt. Oh, kijk. Nee. En Ronald zegt, wat een uitzending. Dus ja, echt. Ik vond het heerlijk. Dank je wel dat je mij ook weer over deze drempel heen hebt gesleurd. Maar ja, daar hebben we deze uitzending voor de opstap, want die opstap word ik nodig om elke keer weer over mijn drempel heen te komen. Nou, jij hebt niet echt een opstap nodig, maar het was wel een feestje dat je er weer bij was. Echt. Ik heb mijn eigen stapjes te maken, hoor. Wat zeg je, Angelo? Ik heb mijn eigen stapjes te maken. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn stapjes te maken. Dat hebben we allemaal, dat klopt. In het moeilijke Canada. Nou, Canada is niet moeilijk, we maken het onszelf moeilijk. Dat is wat we doen. Ja. Dus laten we hopen dat we hier dat we het beste in onszelf naar voren brengen. En dat we vanuit de innerlijke kracht en liefde en niet vanuit angst de leven en de dag van morgen tegen moeten treden. We hebben moed nodig om datgene nu te doen wat nodig is. We hebben moed nodig. En dan kunnen we echt hier uitkomen en dan kunnen we een hele mooie wereld creëren. Maar we moeten het wel zelf creëren. Ja, het gaat echt niet vanzelf. Hoe mooi de sommige tekstjes ook zijn van mensen. We moeten het echt zelf doen, want het gaat niet vanzelf dit. Daar sluiten we mee af. Lieve mensen, ik dank jullie allemaal dat jullie erbij waren. Ik dank jullie ook allemaal voor de mooie comments, voor het echt het meepraten, want dat is eigenlijk wat er dan toch gebeurt. Ik vraag jullie ook om ook deze uitzending weer te delen, zodat de mooie woorden van Angelo wijd verspreid worden. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ik maak morgen even bekend wat de agenda is voor volgende week. Ik weet nu al dat aanstaande maandag John Bazelmans komt. Dus dat wordt ook weer een hele bijzondere, inspirerende uitzending. Hartelijk dank allemaal. Dankjewel, Angelo. Tot de volgende keer. En liefs. Doei, lieve mensen.